Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ga weer een heel snel stempelnailartje voor je maken. Kijk je mee? Ik heb de nagel gelakt met clay red. Twee laagjes. En ik ga hem weer afvlakken met de matte topcoat. Stempelt weer net wat makkelijker. En om de matte topcoat volledig uit te harden is het 1,5 minuut. Maar omdat het nu een laagje is voor de stempel, pak ik hem gewoon even 30 seconden. Ik ga weer van de barokplaat, dat is plaat nummer 4, ga ik deze afbeelding gebruiken. Beetje krullen, plaatjes. En ik gebruik de Midnight Brown lak. Ik heb de afbeelding gestempeld en nu ga ik met de Liner Gold de stempel wat aanzetten. En deze heeft natuurlijk heel veel mooie lijntjes erin, dus dat kun je mooi opvullen met de gold. Ik begin met mijn Liner Gel Gold bij dit gedeelte. En je zet hem een beetje aan. Hoeft ook echt niet heel dik, want het is meer het glansje wat je wil. Want als je dan de nagel beweegt, dan zie je elke keer weer een ander stukje lansen. En dit kun je zo druk maken of zo rustig houden als je zelf wil. En ik hou wel van glitter, dus bij mij komt er lekker veel. Ja. Als je iets te veel aan je penseel hebt, gewoon even over je paletje of wat je gebruikt even afdraaien. Dat je er weer een mooi puntje aan krijgt. Een beetje lukraak dat je denkt van hier vind ik het nog wel mooi, hier vind ik het nog wel leuk. Ligt er natuurlijk ook een beetje aan in de salon hoeveel tijd je er nog voor hebt. Met 1 of 2 highlightjes met de zilver of de gold is natuurlijk ook wel heel leuk. Maar hoe meer lijntjes, hoe shinier die wordt. En dit is natuurlijk een wat langer nageltje. Dus 9 van de 10 keer heb ik in de salon wat kortere nagels. Dus dan heb je ook niet zo'n groot design. Zo'n lang design. Kijk, begint hij al mooi op te lichten zo. Nou, nog een beetje hier. En nog eentje daar. En dan vind ik hem wel leuk. Hard ik hem even 1,5 minuut uit in de lamp. De nagel is weer uit de lamp en ik ga hem nu aflakken met een glanzende topcoat. Ook weer 2 laagjes omdat het een stempeldesign is. Anders heb je de kans dat je na 1 laagje, wanneer je de plaklaag eraf haalt, dat je de stempel meeneemt. Omdat dan de topcoat nog wel eens een beetje open trekt. Even 30 seconden in de lamp. Nou, de nagel is afgelakt en uit de lamp en ik heb de plaklaag verwijderd en dit is het eindresultaat. Ik heb hier ook nog 1 nageltje heel lichtjes een beetje afgelakt. Eerst de clay red en daarover dus ook de liner gold ietsje aangebracht. En 1 nageltje volledig aangebracht. Kun je ook weer een beetje mee mixen met je. Hopelijk vond je dit ook een leuk design. Als je hem zelf gaat maken, laat het zien. Gooi het op Facebook. En tot de volgende keer weer.